Hoi, ik ben Sophie. En ik ben Amber. En wij zijn de nieuwe stagiairs van Boop Curaçao. En wij gaan jullie deze week meenemen in ons leven hier. We zullen onszelf even wat beter aan jullie voorstellen. Ik ben dus Amber, ik ben 21 jaar en ik woon in het noorden van Nederland, in Wolvega. En ik studeer Human Resource Management op het NAL Stende in Leeuwarden. En de komende 20 weken zal ik stage gaan lopen bij Bo. Nou, mijn naam is Sophie. Ik word volgende week op het eiland 23. En ik studeer Toerisme Management in Rotterdam. En ik ga ook de komende 20 weken stage lopen bij Bo Curaçao. Jullie zullen ons dus nog vaak zien in de vlogs. En we hopen dat jullie het ook leuk vinden om naar ons te kijken. Tot snel! Een hele goede avond. Het is vandaag vrijdag en wij zouden eigenlijk gelijk naar Mambo toe gaan, maar we stonden gewoon rijtje. Dus wij gaan gezellig even eten. En dit zijn mijn vriendinnen met wie ik ben hier op Curaçao. Dus wij zitten bij, hoe heet het hier? Love at Sea, zeiden ze voor. En moet je even kijken, wat een mooi uitzicht. Goedenavond, het is vandaag vrijdagavond en ik sta weer op de luchthaven. Ik ga zo dadelijk Bo ophalen en Bo zal ook stage gaan lopen bij Bo Curaçao. Hey! Daar moet je script onder doen. Maar eerst boeren loszitten. Goedemiddag, het is zaterdagmiddag en ik zit weer in de auto samen met Ilse. En zoals jullie vanochtend hebben gezien, hadden we een beetje autopech. Maar gelukkig zijn de mannen in Iguana zo lief om ons te helpen met de auto. Mannen, bedankt. Het is vandaag zondag en dat betekent de laatste dag van het weekend. En samen met een paar huisgenoten zijn we vandaag bij Casabau. Dat is een strand hier op Curaçao. En het is heel mooi. Ik zal jullie even snel wat beelden laten zien. Wij zijn lekker aan het eten bij de visserij. Eet smakelijk allemaal. Super, jij ook. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag en ik ga samen met Jill, die daar aankomt rennen, nieuwe studenten ophalen van de luchthaven. Dus dat gaan wij even doen. En ik zijn boodschapjes aan het doen, want dat moet ook gebeuren. Nou, daar zijn we weer. Wij zijn onderweg naar het vliegveld, want wij gaan vandaag de volgende ophalen. Ja, we halen vandaag Roos op en die gaat in Iguana wonen en daar woon ik ook. Gezellig, gezellig. Ja, het is, deze aankomende week is het onwijs druk met veel transfers. Er komen heel veel nieuwe studenten het eiland op en ook al een paar weer uitgezwaaid, toch? Ja, zeker. Deze week ben ik al een paar keer naar de luchthaven geweest. Mensen op te halen, maar ook om weer mensen weg te brengen. Dus het is een hectische week, maar wel superleuk. Nou, we hebben net Roos opgehaald en die gaan we zo dadelijk naar haar nieuwe huis brengen en dat wordt Iguana. Yay! Hoi, daar ben ik weer, maar dan in mijn eentje. Amber en ik hebben net Roos ingecheckt bij Casa Iguana. En Amber is nu een vriendinnetje van haar ophalen bij Jan Tiel. En ik ga nu lekker naar huis. Maar nu is het nogal een dingetje, want Amber die kent ongeveer heel het eiland uit haar hoofd. Ik weet niet hoe ze het doet. Zij rijdt gewoon nu al zonder navigatie, maar ik daarentegen raak de weg nog kwijt met navigatie. Ook al rijd ik via maps.me, wat iedereen hier aanraadt om te downloaden. Dus ik ga nu lekker naar huis en ik hoop dat ik snel thuis ben, want het is altijd druk rond dit tijdstip. Het is nu volgens mij iets rond 5:00. En morgen hebben wij weer een stagedagje en dan beginnen we ietsjes later. En dan hebben wij de afscheid van Jill. Gaan we gezellig even een taartje eten met z'n allen. En dan zijn er ook weer transfers en moeten we ook weer studenten ophalen. Dus druk, maar hartstikke leuk. Ik zie jullie snel weer. Doeg! Het is vandaag Jill haar laatste dagje. Nee, ze heeft taartjes meegenomen.
Ik sta hier met Ilse en wij gaan zo dadelijk uit eten met het huis bij Heren Etsy. Heb je er zin in? Ja. Mooi. Helemaal. Hoi hoi. Het is vandaag dinsdag en zoals jullie net zagen hebben we een lekker taartje gehad op kantoor. Want Sophie was gisteren jarig. Yes, ik was gisteren jarig. En een beetje gek wel, want normaal gesproken ben ik natuurlijk jarig in de winter met koud weer. Maar nu had ik een lekker zonnetje, dus dat is ook wel eens leuk. Maar ik ga jullie meenemen in mijn eerste vlog. Dat zal waarschijnlijk over 2 weken of over 1 week zijn. Ja, over 1 week ongeveer. En dan dan komt heel mijn verjaardagsvlog. Dus dan kunnen jullie zien wat ik heb gedaan. Ja, we zijn nu op de luchthaven, zoals jullie achter ons kunnen zien. En we gaan Floris ophalen. En Floris komt te wonen in Palmyra. Yes! Sophie en ik zijn bij Palmyra aangekomen, zoals jullie achter ons zien. Yes, we hebben net Floris afgezet. En die blijft hier voor een half jaartje. Dus we hebben hem even een tour gegeven door dit leuke huis. En die zal hier de komende maanden verblijven. Dus het gaat helemaal goed komen. En wie weet zien we jou binnenkort ook. En dan halen we je op van de luchthaven. Gezellig! Tara en ik zijn samen met de meiden uit huis uit eten. Ja, het is heel haar laatste avondje hier. Dus we gaan er een leuke avond van maken. Zeker! Goedemorgen, ik sta bij kantoor en zoals je kan zien is het kantoor nog dicht, want ik ben een beetje vroeg. Vandaag heb ik een super drukke dag. Ik zal eerst beginnen op kantoor. Dan daarna heb ik met Bo en Amber contentdag. Dus gaan we een paar leuke plekjes opzoeken wat we aan jullie willen laten zien. En daarna heb ik weer transfer. Dus dan ga ik weer studenten ophalen en brengen naar hun verblijf hier zo. Dus weer een hele leuke dag. En dat zal weer hartstikke snel gaan. Zonnetje schijnt, dus helemaal top. Goedemiddag. Welkom weer bij de vlog. Ik ben met Amber en Bo. Gaan wij wat drinken bij Saint-Tropez. Nou, kijk even wat een mooie achtergrond ook. Wij hebben net wat leuke filmpjes opgenomen en foto's opgenomen voor de vlog. En deze zal dan binnenkort als eerste vlog online komen. En dan volgende week zal mijn vlog online komen, mijn eerste vlog. En die week daarop zal dan Amber en Bo zullen jullie ook vaker zien. Dus helemaal leuk. Tot snel weer. Ja.